Is deze plaats nog vrij? Ja, meneer Pastoor. Ga nu zitten. Is het spannend? Zeer spannend. Het is geloof ik niet de nieuwe pocket-uitgave, hè? Nee, niet bepaald. Het is geloof ik wel het oudste pocketboekje wat er ooit uitgegeven is. Oh. En waar gaat het over? Oh, er staan een heleboel verschillende verhalen in. En het eigenaardige is... Ik was er juist bij, gij zult niet stelen. En toen zag ik jou net dat appeltje achterover drukken. Dat is ook toevallig. Ja, ja. Zeg meneer Pastoor. Ja, mijn zoon. Vader. Ze zeggen wel eens, men mag zijn naam niet ijdel gebruiken. Vanzelfsprekend niet. Maar neem nou van de week, hè. Toen zou ik eens eventjes een schilderij ophangen voor mijn hospita. Maar ja, van huis uit ben ik niet zo'n geweldige doe-het-zelver. Dus wat gebeurt er? Ik geef een kleun met die hamer op dat spijkertje. Maar toen sloeg ik er net een klein stukje naast. Als dat nou rechts gebeurd was, was dat niet zo erg geweest. Maar ik sloeg er links naast. En daar zat mijn duim. Ja, ik begrijp het. En toen heb je een paar woordjes gesproken. Hè? Nou, behoorlijk. Tja. Wat heb je precies gezegd? Dat moet nogal een klap geweest zijn. Je hebt toch geen hekel aan hem, hè? Nee. En u en ik zitten hier nou gezellig te klessen, maar... Ik heb nog wel eens moeite met z'n... met z'n grondpersoneel. Ja, maar dat heb je altijd bij een grote firma. Ja, natuurlijk. De grote baas doet zijn best om alles voor elkaar te boksen. En tussen al die duizenden medewerkers, vertegenwoordigers... zit er altijd dan wel eentje die een beetje tegen de draad in is. En die vergroeit dan wel eens wat. Bid jij wel eens? Zeg u? Bid jij wel eens? Nou, toen ik een heel klein jongetje was, dan had ik een vriendje. En die heeft me nog wel eens geleerd van... Heren, zegen deze spijt... Ach, wel nee, vent. Zo bedoel ik het helemaal niet... Maar ben je nog nooit eens thuisgekomen met dat beroerde gevoel van... hè, wat een belabberde dag. En als je dan in je bed, in het donker, naar de zolder lag te staren... dacht je dan nooit eens bij jezelf... kijk, dit en dat heb ik vandaag allemaal verkeerd gedaan. Nou, dat heb ik praktisch iedere dag. Nou, wat wil je dan? Dat is toch een beetje bidden, ouwe. Ja, jong. Je hoort het. Ik was geroepen, hè? We praten er nog wel eens over, hè? Ajus. Ajus, meneer Pastoor.